Hoek Sportlust 04. Staan we met Abdel Metalsi, heer en meester achterin. Ervaar je dat zelf ook zo? Eerste helft wel. Eerste helft speelde erg sterk. Ik had wel iets meer verwacht van Hoek de eerste helft. Maar ik vond dat wij er heel goed uitkwamen. We losten het heel goed op. En ook weinig kansen weggeven. Weinig kansen weggeven, maar wel zelf de kansen afgemaakt. Dus heren meester, eerste helft ja. Ja, de tweede helft begint wat moeizaam. Komt dat door de spelopvatting van Sportlust of door de spelopvatting van Hoek? Ik denk allebei. Ik denk natuurlijk, zij moeten. Zij spelen alles of niets de tweede helft. Zij gaan ballen erin brengen. Wij lopen een beetje achteruit. We stoppen een beetje met het voetballen. En dan krijgen we het ook moeilijk. Dat hebben we ook in andere wedstrijden gemerkt. Maar goed, uiteindelijk scoren we de vierde en dan is het helemaal klaar. Hoe ervaar je zelf zo'n wedstrijd? Even over het algemeen. Je laatste man, je moet leiding geven aan de verdediging. Vind je dat prettig? Ja, zeker. Zeker. Ik probeer mijn steentje bij te dragen. Ik probeer de jongens neer te zetten, te coachen. Ik heb het spel natuurlijk voor me. En voor nu gaat het goed. Lekker 4 keer de 0 achter elkaar. Dat is heerlijk. Ja. Wat zijn je verwachtingen voor de rest van het seizoen? En dan even volgende week FC Lisse. Ja, volgende week een hele belangrijke wedstrijd. Zowel voor ons als voor Lisse. We kunnen inlopen. We gaan volgende week voor de 3 punten. We gaan er alles aan doen om die punten thuis te houden. En dan kunnen we weer verder kijken. We kijken van wedstrijd naar wedstrijd. Ja. Van wedstrijd naar wedstrijd. Nou, dat hebben we vandaag ook gezien. We hebben een goede wedstrijd gezien van Sportlustzijde. Ja. Ik wens je ontzettend fijn weekend. Ja, een hele fijne terugreis. Even lekker 2,5 uur in de bus. En dan gaan we elkaar volgende week ongetwijfeld weer zien. Yes, jullie ook bedankt. Fijn weekend. Oké, dankjewel.